Hoi allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Klokzien. In deze video ga ik samen met jullie kerst vieren. Ik neem jullie mee in hoe wij elk jaar kerst vieren. Het is niet zo uitgebreid aangezien het mijn familie is en ik het allemaal een beetje privé wil houden. Maar ik ga jullie toch wel een groot deel laten zien van hoe wij kerst vieren en met het eten bij en de tafel en heel de versiering in het huis. Dus ik hoop dat jullie er alvast super veel zin in hebben. En is dat zo, geef dan een dikke duim omhoog. En vergeet alsjeblieft geen reactie te plaatsen, want dat helpt mij echt super hard met groeien. En vergeet dan ook zeker niet te abonneren. En als je dan toch bezig bent, druk ook nog even op het belletje dat naast de abonneerknop staat. Want, sorry, bij de hashtag op Dadsquad en ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Laten we nu maar beginnen. Hallo allemaal, ik sta hier nu bij de kerstboom lekker in de sfeer van de video en ik heb mijn kerstoutfit aan, dus die ga ik nu aan jullie laten zien. Het is nog een uur of een uur en een half ongeveer en dan gaan de eerste mensen waarschijnlijk komen. Ik heb er echt super veel zin in, zoals ik al zei, ga ik dus een beetje deze kerstavond filmen en ja, ik ben helemaal excited, dus ik ga jullie nu mijn outfit laten zien. Ik draag dit groene topje met een jeansbroek en kousenbroek. En nu eten. Hallo allemaal, even een update. We hebben net gegeten. Het was echt super lekker. Ik zit wel echt vol. En we hebben al redelijk wat cadeautjes uitgepakt, maar die zal ik sowieso aan het einde van de video laten zien. En ja, er zijn nog een heleboel cadeautjes. Straks nog dessert en de aperitiefjes waren ook super lekker. Dus tot nu toe is het al zeker geslaagd. Ik ben hier nu trouwens op zolder met Twixje. Zij is altijd een beetje bang als er mensen komen. Maar ja, ze is wel daarnet al naar beneden gekomen, dus dat is wel goed. We hebben trouwens ook een cadeautje voor haar. Dat zal ik natuurlijk ook laten zien aan het einde van de video. Maar voor nu zit ze hier nog eventjes. Ik heb hier nu een cadeautje van Inne en Vree. Dus dat ga ik nu openmaken. Met de muziek op de achtergrond. Goed ingepakt. Ah! Het is een room spray voor in mijn kamer te spuiten. Voor een lekkere geur. En daar ben ik super blij mee. En ik denk dat het de geur is die ook bij jullie was. Dus dankjewel! Hier ben ik weer en alle cadeautjes zijn uitgepakt. Helaas, jammer. Onze boom is leeg daar beneden. Maar ja, het was wel echt een superleuke avond. Ik heb er echt van genoten. Ik vond mijn cadeautjes allemaal superleuk. Ik ga nu slapen, want het is bijna 2 uur. Ik ben super moe. Maar morgen laat ik alle cadeautjes aan jullie zien. Ik vond het echt een superleuke dag. Iedereen bedankt voor alle cadeautjes. Ik ben er echt super blij mee. En ik laat ze morgen aan jullie zien. En ik hoop dat jullie deze vlog tot nu toe ook al leuk vonden. Tot morgen! Hallo allemaal, het is op dit moment de volgende ochtend. En zoals beloofd ga ik jullie nog mijn cadeautjes laten zien. Ik heb er echt super veel zin in. Zoals ik ook al eerder zei, alle cadeautjes die ik heb gekregen vind ik echt super leuk. En we gaan gewoon beginnen met het allereerste cadeau. En dat is een cadeautje van de site Le Olive. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Van deze site dus.
En het is een super warme badjas. En deze badjas vind ik echt zalig, omdat die gewoon zo zacht is. En die is ook echt super warm als je die aandoet. Ik zal hem even proberen goed in beeld te brengen. Dit is de badjas als ik hem aan heb. En ik vind hem echt super leuk, want zoals ik al veel heb gezegd, is hij echt super zacht. En ik vind de kleur ook super mooi. En je kon ook een borduring kiezen en dat heb ik hier gedaan. Met ja, zo'n goud lettertype. Dus ja, ik vond het echt super leuk, deze badjas. En hij is ook best wel lang, wat ook heel goed is. Dus super goed om de winter mee door te komen. Als tweede heb ik hier een room spray. En dit is het cadeautje dat ik ook gefilmd heb voor jullie. Deze ruikt echt super lekker, vind ik. En ik vind het ook echt heel handig om gewoon in mijn kamer te sprayen. En dan ruikt mijn kamer helemaal lekker. Dus hier ben ik ook super blij mee. En dan als derde heb ik iets wat ik echt nodig had, namelijk douchegel. Of ja, shower foam, want het is eigenlijk een foam. En ik vind deze echt super leuk, want die is van The Rituals. En het is eigenlijk een soort van ja, zeep. En als je die dan ja, wilt gebruiken, dan moet je hier op klikken. En dan komt het eruit in de vorm van een roos, wat ik echt super ja, leuk verzonnen vind. Dus hier ben ik ook echt super blij mee. En dit had ik echt nodig, want die van mij was echt net voor kerst op. Dus ja, kei handig. En dan gaan we door naar nog ja, wat iets met een soort van beauty-achtig te maken heeft. Of iets met lekker ruiken. Deo. En deze vind ik echt super lekker ruiken. Ik heb die nu ook aan. En ik ben de laatste bus aan het gebruiken, dus hier ben ik ook super blij mee. En dan heb ik nog iets wat met lekker ruiken te maken heeft. Namelijk een body mist. Die van mij was ook op. Alles was echt op. Dus echt super handig dat ik dit allemaal heb gekregen voor kerst. En dit is van de Hema. In, wacht, deze geur. Ik denk dat jullie het zo kunnen lezen. En deze ruikt zo ongelooflijk lekker. Ik vind deze echt geweldig. Ja, ik kan hem nu niet ruiken aangezien de verpakking toe is, maar ja, deze ruikt echt geweldig. En deze ga ik dus zeker beginnen gebruiken aangezien die van mij dus op is. En dan heb ik nog iets wat eigenlijk te maken heeft met lekker ruiken en met ja, u lekker ja, fris te houden, zal ik maar zeggen. Het zijn namelijk twee bruisballen van de Lush en dit stond echt op mijn verlanglijstje. Ik ben hier super blij mee, want ja, Lush bruisballen ruiken ten eerste altijd super lekker, zien er super leuk uit. En ik ga ze ook aan jullie laten zien. De eerste bruisbal noemt Toby's Magic Cow. En ik ga hem nu even uit de verpakking halen. Zie hoe tof die eruit ziet. Dit is een witte koe en je ziet echt die details van die vlekken en de neus en het oog. En ja, als je die dan omdraait, zie je echt allemaal van die superleuke kleurtjes. Dus ik denk dat het heel mooi gaat zijn in bad. Dus dit is de allereerste, Toby's Magic Cow. En dan heb ik ook nog Mermaid Tail. En die ga ik nu uit de verpakking halen. Tadam, tadam, tadam. Dit is Mermaid Tail. Deze vind ik ook echt superleuk. En het heeft ook verschillende functies, dacht ik. De echte staart is namelijk, ja, of, ja de vinnen soort van... is namelijk een soort van olie. Dus als je dat in het water doet, werkt dat als een soort van olie. Oh, en er zitten ook glitters op. Dat merk ik nu ook superleuk. En dit is dan een soort van de bruisbal. En die kan je in meerdere keren gebruiken. Het is eigenlijk een stukje dat je moet afbreken. En dan ja, heb je dus echt voor 3 of 4 of misschien wel 5 keer ja, of meer... ja, dat je deze kunt gebruiken. Dus dat vind ik echt super handig. En deze ruiken ook beide super lekker. Op dit moment ruikt het hier nu helemaal naar Lush. Mijn handen ruiken ook echt helemaal naar Lush. Maar dat is helemaal niet erg, want het ruikt super lekker. Het volgende cadeautje is een cadeautje dat ik van oma heb gekregen. Het zit in een groene verpakking en dat vond ik helemaal tof. Want het matchte helemaal met het t-shirtje dat ik aan had. En ja, het is dus van mijn oma, zoals ik net al vermeld heb. En ik deed het open en er zat een briefje in. En op het briefje stond Eline, goed voor een pannenkoek in een etentje dat wij allebei super lekker vinden. Dus dit vond ik echt super origineel en keileuk verzonnen om ja... Omdat ja, die pannenkoeken die zijn er zo lekker. Ik vind die echt geweldig. En nergens anders zijn die pannenkoeken zo goed als daar. Dus ik ben echt super blij met dit cadeautje. En dit ga ik dus zeker gezellig samen met oma kunnen gebruiken. Dan heb ik nog 2 cadeautjes. Namelijk een witte nagellak. En die van mij was op. Dus ik ben super blij hiermee. Want ik draag echt heel vaak witte nagellak. Want vorig jaar met kerst had ik ook een witte nagellak gekregen. En die is nu dus al op. Dus ik ben heel blij dat ik een nieuwe heb. En dan heb ik ook nog een oorbelletje gekregen die je zo ja, om je oor moet doen. En ja, die doe ik dan meestal hier. Ik heb er nu geen aan, maar gisteravond had ik er wel een aan. En hier ben ik ook super blij mee, want het is dus ja, een soort nieuwe oorbel. Dus ik kan afwisselen met mijn andere oorbel die ik heb. Dus ja, dit vind ik echt super leuk.
En dan heb ik nog een aantal envelopjes en hier zat een centje in. Dus heel erg bedankt ook voor de centjes, want ja, dat is dus iets heel handig vind ik, omdat dan hoef je geen cadeau te kopen voor mij, maar dan geef je gewoon een centje en dan kan ik daar zelf iets leuks mee doen, want ik denk dat ik die ga gebruiken voor kleren. Dus dat vind ik ook al helemaal leuk dat je dan zelf kan kiezen. En een centje is natuurlijk altijd handig ook om te sparen. En dan heb ik nog een laatste cadeautje. En dat cadeautje is niet voor mij, maar het is wel iets voor wat ik heb. Namelijk voor mijn kat. Het zijn nieuwe eet- en drinkbakjes, want die van haar is gevallen en die waren kapot. Hier was er zo'n heel stuk uit bij die andere eetbakjes. En op de achterkant heeft hij ook van die soort van rubbertjes, zodat die niet kunnen schuiven. En hoe leuk zijn deze eetbakjes en drinkbakjes. Ik vind ze echt super tof. Dus hier gaat mijn kat zeker heel blij mee zijn. Tada! Dit waren al mijn cadeautjes. Dit was mijn video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Wat ik ook nog even belangrijk vond om te vermelden is dat ik natuurlijk weet dat niet iedereen kerst kan vieren met familie. En niet iedereen kan kerst vieren met cadeautjes. En dat is echt super jammer. Maar kerst met cadeautjes of met familie is ook zeker geen must. Het is natuurlijk wel leuk. Maar als je kerst viert in je eentje of gewoon als je met familie bent zonder cadeautjes, het samen zijn is hetgene dat telt. Dus voor iedereen een super vrolijke kerst en een heel gelukkig nieuwjaar, want nieuwjaar staat ook alweer voor de deur. Heel spannend, ik ben heel benieuwd. En dan zeg ik nu, dank jullie om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer en doei!